We hebben de drukte van Bangkok achter ons gelaten en zijn nu op onze favoriete bestemming. Wij zijn nu op Koh Lanta. Dat is een eilandje in het zuiden van Thailand. En het is hier gewoon echt fantastisch. Nou, wij blijven hier in ieder geval een volle week. En dat daar gaan we ons wel van maken. Ik ga me hier niet vervelen, dat weet ik nu al. We hebben weer een hartstikke leuk huisje met uitzicht op zee. En elke ochtend als we terugkomen van ontbijt worden we weer verrast met creatief versierde handdoeken. De eetzaal ligt eigenlijk zoals alles hier mooi verscholen in het groen. Met de nodige fruitbomen in de omgeving. En als je heel veel geduld hebt, zie je ook de meest prachtige vogeltjes. Ik sta 's morgens meestal vroeg op om te genieten van de zonsopkomst op het strand. Als Leo wakker wordt, meestal rond 8:30, drinken we samen even een kopje koffie op de veranda. En daarna gaan we een hapje ontbijten. En rond het middaguur maken we vaak even een wandelingetje langs het strand. Dan gaan we even zitten bij het strandtentje om wat te drinken. En dan wandelen we langzaam weer eens terug. We gaan vandaag op expeditie. Ik wil niet varen op onszelf dit met deze warmte aandoen. We hebben de bergschoenen aangetrokken. Nou, gelukkig hebben we hier een touw waar we ons een beetje vast kunnen houden. We hebben 10 meter die heuvel op en ik loop op de eigen. Straks ook allemaal weer terug, hè? Na een helse tocht van toch echt wel 15 hele minuten zijn we totaal uitgeput aangekomen aan het strand met de toepasselijke naam Paradise Beach. We hebben de ober flink aan het werk gezet en hebben een lekkere tijd genomen om weer een beetje op adem te komen. Alvorens we weer teruggingen naar de andere kant van het eiland. De laatste diesel die ik proosten over kan halen, niet meer. Eenmaal terug in ons eigen resort heb ik eerst een duik genomen. Want van alle inspanningen was ik behoorlijk draaierig geworden.